We zijn er weer. Klasse. Mijn naam is Ben Kremers. En ik ben weer met mijn homie Morgan Kremers. Morgan Kremers. Dat is een broertje, man. Ja. Goed. Met mijn homie Morgan Leeter. En we zijn nog steeds met alle oud-leerlingen. Daarom is het gezellig dat u er nog bent. En we hadden een teaser. Weet u hem nog? Ik weet alleen de vraag niet meer. Weet je de vraag niet meer? Wat je zou willen veranderen. Zou je veranderen, wat je anders eventueel zou achteraf. Lisanne, mag ik het woord aan jou geven? Yes. Ik denk dat ik eigenlijk niks zou veranderen. Nee? Nee, nou ja, het enige waar ik een beetje spijt van heb is dat ik niet zo'n heel lief kind was voor mijn ouders. Ja. Maar voor de rest, de keuzes die ik gemaakt heb toen de tijd, hebben er wel voor gezorgd dat ik nu ben wie ik ben. Dat ik sta waar ik sta en daar ben ik eigenlijk best trots op, eerlijk gezegd. Oh, wat tof! Ja, dus ik zou het niet veranderen. Nee. Nee? Nee. Nee. Want ik kan me nog herinneren dat je vrij timide en verlegen was en twijfelde. En wees niet, joh, jij kan veel meer dan je nu zelf denkt, zeg maar. Alleen toen had je dat zelf nog niet helemaal door. Nee. Toen had je ook een vervolgstap op een andere school genomen, zeg maar. Ja, eindexamen doen daar inderdaad. Ja, klopt. En uiteindelijk had je die stap niet hoeven nemen, denk ik. Had je ook een andere stap kunnen nemen. Hoe bedoel je? Ja, ik wil weten wat je bedoelt. Mag ik het benoemen? Ja. Ja, je ging toen naar speciaal onderwijs. Ja. En daar heb je diploma gehaald. Maar ik had jou ook gewoon in het reguliere onderwijs rond zien lopen. Alleen je was op dat moment zelf, dacht je van, nou, dit is veiliger, dit is prettiger. En toen kwam ik je daarna na 3 maanden bezoeken. Ja. Nou, ik zit hier tussen de gekkies, zei je toen. Dat klopt. Ja. Ik moet ook eens zeggen, die school waar ik na inzicht naartoe gegaan ben, was wel even wat anders weer. Ja, precies. Maar ik denk uiteindelijk alsnog wel dat de juiste keuze voor mij geweest is. Ik denk nog steeds niet dat ik in het reguliere onderwijs, dat goed voor mij was geweest. Nee. Nou ja. Nee. Nou goed. Fijn dat je ook trots op bent. Dat doet me ook weer deugd. Maar ik denk zelf persoonlijk, dat is mijn mening, ik denk wel dat je het zelf had gehaald. Alleen je deed jezelf echt wat tekort altijd. Je haalde jezelf onnodig naar beneden, je twijfelt aan heel veel. En onzeker zijn mag, hè. Maar er zijn grenzen natuurlijk. Ja, dat was voor toen, want je was echt een schat van een kind toen de tijd. En nu ben je gewoon een soort van een volwassen vrouw, zeg maar. Dus dat is wel, ik vind het heel leuk om te zien. Ik merkte wel dat sinds ik nu dan fulltime werk, dat die onzekerheid wat meer weggevallen is. Ja. Dat heeft er wel echt voor gezorgd dat ik wat zekerder ben over wat ik wel kan, wat ik niet kan. En dat ik dat ook wel uit durf te spreken. Want dat durfde ik voorheen ook niet. Nee, ja, precies. Nee, je moest het uit je trekken, zeg maar. Ja. Ja. Klopt, ja. Heel tof. Ja, leuk, echt leuk om te zien. Win, zou jij dingen anders doen? Met de papa's kopen. Ja, dat zou ik wel. Toen de tijd liep, ze voor mij de slippers. Nee, dat is echt zo. Ik was met een checkje en deze slippers kwam eraan lopen. Deze doet echt pijn. Nee, dat is niet waar. Ik joh. Deze doet pijn. Die zat er wel. Hoor. Ja, die zat er wel. Dat is zeker waar. We hadden een drinkvroeg volgens mij ook. Zeg dat goed, joh? Volgens mij wel. Ja, ik... S'ochtends was ik gewoon nog niet eenmaal... Op mijn best. Laten we het daarop houden. Ja, precies. Of ik dingen anders zou doen. Nee, ik denk niet dat ik iets anders zou doen. Kijk, sluit me helemaal aan bij het puntje dat je... Ik ben nu waar ik ben en ik ben daar ook super trots op. En ik denk dat niemand, inclusief mezelf, ooit had verwacht dat ik nu zou zijn waar ik ben. Ja. Maar wat ik wel jammer vind is dat op het moment dat je door persoonlijke omstandigheden niet in het schoolse stukje past en net erbuiten valt, dat je eigenlijk maar meteen de stempel probleemkind en moeilijk krijgt en daarom maar via een hele andere weg daar komt. Dat ik denk, ja, dat vind ik jammer. Maar uiteindelijk denk ik wel dat door de ervaringen die ik daarmee heb gekregen, dat ik nu wel ben op de plek waar ik hoor te zijn. Ja, precies. En dat je mij nooit ontmoet. Nee, precies. Stel je voor. Dat is een bereikje voor je leven natuurlijk. Ja, hè? Zeker. Ja, nee. Snap ik. Niks beter dan dat. Nou ja, dat snap ik. Nee, want je hebt wel lastige fases gehad. Soms had je even niet, hè? En dan moest ik je bijna een week even uit je bed trommelen. Ja. En dan kwam die scooter me aangescheurd. Nee, dat is echt zo. Fijn dat je bent. Ja, dat is misschien niet. Dat is echt een De
Ik ja, was heel erg fijn. Ja, maar het was echt heel leuk. Ik weet wel, ze ook de helm op deed, je moet ook wel op die koers. Ja, dat deed je er altijd los. Nou, altijd. Maar ik deed hem het liefst, hield ik hem het langste op, ja, dan kon je me niet echt zien. Nou ja, precies, dat snap ik. Nee, het was echt ook een leuke periode. En wat ik, ja, kijk, niet met iedereen heb je een klik, zeg maar. Niet met iedereen heb je, en met jullie, zeg maar, heb ik allemaal nog contact. Ja. Of zie dingen op social media of bij komen. Mag ik daar een vraag over stellen? Nee, mag je zo een vraag over stellen? Ja. Ik zit midden in met Tori. Oh. Nee, dat vind ik wel heel tof. En ja, ik weet nog wel dat het heel naar voor jou geweest moet zijn dat je ergens examen moet gaan doen en waar je eigenlijk niet gewenst bent. Nee. Dat is eigenlijk wat de boodschap was van die school. En ja. Wij, toen de tijd als team zijnde daar, dat was een van die mensen die zei van, je gaat gewoon, we gaan het halen. Ja, we gaan het gewoon rocken. We gaan het gewoon flikken daar en wij gaan binnen onze mogelijkheden ons best doen om dat voor elkaar te krijgen. En het is gelukkig gelukt, dus dat... Ja, maar ik had er wel weinig vertrouwen in het begin. Ja, dat snap ik. Ik vond het heel lastig, want ik kwam ook net na de herfstvakantie kwam ik aan. Ik had meteen tentamenweek. Ja, precies. Nou ja, mijn opa overleed toen de tijd en daar ben jij toen wel een hele belangrijke schakel in geweest. Want ik was denk ik net 2 weken toen bij Inzicht en toen... overleed hij en dat was voor mij toen echt heel lastig. Toen ben ik ook een week daar niet gekomen. Maar ja, daarna had ik wel tentamenweek. En we hebben toen echt een planning gemaakt van... Oké, als je dit en dat doet, met ook wat momentjes als je het even niet doet ertussen... dan kom je er wel. Ja. Maar jij bent uiteindelijk wel degene die mij daar doorheen heeft gesleurd. Want op dat moment dacht ik, ja, voor wat doe ik het eigenlijk? Precies. Dus het was een uitdaging. Ja. En ook dat zij natuurlijk de spullen niet aanleverden, huiswerk niet gaven... Ja. Ja, ik weet helemaal niet wat ik moest doen. Ja, precies. Nou, het heb ik toch gehaald. Ja. Klasse. Mooi, ja. Klasse. Bedoel, toch nog. Maar voordat ik een vraag ga stellen, wil Moa iets zeggen. Ja. Vragen. Ja. Mijn vraag was, ook al heb je zeg maar, wat u net zegt van, niet met elke leerling heb je hetzelfde gevoel. Mm-hmm. Maar heb je het gevoel dat je daardoor ook minder... laat me anders stellen. Als je het gevoel hebt van, hey, deze persoon heeft geen zin om zijn best te doen of haar best te doen. Nee, bepaalde dingen. Ik kan nu al een antwoord geven. Nee, we zijn professionals. Precies. Ja, ik weet waar je naartoe gaat. Maar het is niet zo wat ik bedoel, toch? Ja, maar als je gewoon echt het gevoel hebt van, je hebt scheid aan mij. Nee. En ik heb dan ook al je ziet dat diegene helemaal naar beneden gaat. Van, dan doe ik juist extra mijn best om diegene erbij te krijgen. En ik heb het een keer ik heb het vaker tegen jullie gezegd, toch? Een keer. In elke klas heb je wel een leerling waar een docent het gevoel heeft dat hij denkt dat wij wat tegen hem hebben of tegen haar hebben. Mm-hmm. En hij doet dan zijn uiterste best om zijn punt naar je te maken. En ik zeg het vaak voor de grap, jullie moeten erom lachen, maar het is wel echt heel erg waar wat ik zeg. Ik word in de ochtend niet wakker en het denkende van dat ik een hekel aan je heb. Nee. Ik ben totaal totaal niet mee bezig. Ik ben echt niet bezig met jou. Nee. En als ik in de klas ben, dan zie ik echt wel de leerlingen waar ik het persoonlijk, dus het persoonlijk vlak qua gevoel naar mijn zin heb. En de rest, vervelende leerlingen of niet, ik probeer heel erg als docent zijn die het toch nog naar punt B te brengen. En bij de een gaat het wat makkelijker dan de ander. Maar het is niet dat wij onderscheid maken in bepaalde leerlingen en dat we denken van... ik ga harder redden voor die leerling en minder hard voor die ander omdat diegene het niet wil. Nee, daar horen we niet voor de klas te staan. Ja. Nee, precies. En aanvullend, de kinderen waar ik nu les geef, zeg maar, die volg ik op social media niet. Ik heb alleen de kinderen die een diploma hebben gehaald of van vroeger, waar je gewoon een bepaalde klik mee hebt. Wat heel normaal is, wat iedereen heeft, weet je, met de ene collega kan je het beter vinden met de andere collega. Mm-hmm. Met de buurvrouw wel en die buurvrouw niet. Mm-hmm. Ja, dan hou je een beetje contact met elkaar. Ja. Dat vind ik gewoon tof om te zien. Waar jullie uiteindelijk naartoe gaan. Het maakt mij ook trots die weg die jullie nu bewandeld hebben om te komen waar je nu bent. Dus dat vind ik wel super tof ook te horen, weet je, dat je dat op die manier zegt. En dat je nu langzaam echt maar zeker op volwassen al bent, volwassen aan het worden bent, stappen aan het maken bent. Ja, dat maakt ons alleen maar trots, weet je. En dan zeggen, weet je wel, zo wel in de klas, weet je nog? Ja, dat was tof. En even om extra aan te vullen, het is niet dat leerlingen ons niet boos maken, hè, want af en toe kan ik echt wel in de, dan mogen jullie nu wel weten, kunnen echt wel in de pauze. Even net iets sneller ons boterham opeten, dat ik bijna erin stik omdat ik zo boos ben op de leren. Goh, dat is een kutkind. Tuurlijk. Nou, weet je, om de 10 minuten. Ja, ik ben nu 2 minuten klaar trouwens met een heel pak boterham. Maar er komt zeker wel gevoel bij kijken, maar als we daarin onze keuzes gaan maken, nogmaals, dan horen we niet voor de klas te staan. Snap je? Want dan zijn we gewoon kinderen aan het benadelen. Maar zijn onze leraren? Daar twijfel ik aan. Of leraren zelfs. Niet iedereen is hetzelfde. Nee. Niet iedereen is hetzelfde. Dat is het mooie van het vak als docent zijnde. Dat heb je bij FC Kip, dat heb je overal, heb je dat.
Nee, maar mooi, Santi, ik ben bloedserieus. Ik twijfel eraan of een docent voor de klas staat om zijn of haar gram te halen naar de leerling. Maar ik heb het gevoel bij sommige leraren wel, hoor. Dat is dan het gevoel. En dat, ja. daarin volgen wij ook cursussen om te weten van hoe we leerlingen moeten bereiken en hoe we leerlingen intrinsiek moeten motiveren. Maar als een mens gewoon een mens, hè, en wat voor werk hij ook doet, en hij gaat daarin met tegenzin, en laat staan als je met mensen werkt, dan ga je niet volhouden. Want dan brand je van binnen helemaal op en dan ben je gewoon leeg. En dan ga je elke keer, ga je voor de klas staan denkende van, ik heb geen zin in deze klas, of ik heb geen zin in dat kind. Dat kunstje doe je een maand, 2 maanden, maar op een gegeven moment loop je er tegenaan. Dus ik geloof niet dat de mensen die lang voor de klas staan, dat ze niet met een bepaalde passie voor de groep staan. Dat je wat minder, naarmate je voor de klas staat, minder vertrouwen hebt in het gehele proces of in de maatschappij. Begrijp je wat ik bedoel? Van dat kinderen, dat je ziet dat kinderen een bepaalde kant op gaan en dat je daar minder naïef in staat. Ja, dat kan gebeuren, dat heb ik ook. Maar ik denk niet dat de docent echt daadwerkelijk, geen enkele docent heeft een hekel aan een kind, denk ik. Nee. En vaak is ook, moet je een beetje doorheen kunnen prikken. Ja. Maar het ook wel is dat je aanspakken dat je gewoon wegliep. Ja. Ja, dat is wel goed in, ja. En dan, op dat moment, dan is het op dat moment even oké. Okay. Ja. En dan weet ik dat het niet persoonlijk is. Het is niet persoonlijk naar mij toe. Jij maakt die keuze op dat moment. Ja. En even later, dat vind ik vooral de laatste tijd, dat we hebben je super goed in ontwikkeld mode. Dat je dan zelf naar me toe kwam om te zeggen, ja. Hey, meneer, ik liep weg, was niet de bedoeling, maar ik zat even hier, zeg maar. Ik had even iets te hoog. Ja. Ja. Dus dit is ook voor ons vaak met persoonlijk. Nee, het is echt niet persoonlijk. Het zijn ook rollen die wij aannemen, want ik ben een soort van semi-gangster voor de klas. Maar als je mij een beetje maar als je mij echt leert kennen, als jij me kent van in mijn vrije tijd, ben ik alles behalve dat. Maar het is gewoon een rol. Ik kan best wel een huilenbalk zijn, snap je? Maar het is een rol die je aanneemt om met je groep leerlingen een doel te bereiken. Lang antwoord op je vraag. Ja, en ook een stukje professionaliteit van onze kant natuurlijk die je moet hebben. En leraren gaat verder dan leraren. Leraren zijn... Leraren. Wij hebben leraren. Wij zijn die leraren. Ik ga vandaag ook gewoon posten. Want je hebt leraren. Leraren, maar je hebt leraren. En die zijn de leraren. Ja, wel, oh wel. Ik ga niet posten. Nee, even niet de telefoon, man. Nog een keer kwijt dadelijk. Hebben jullie hoogtepunten van de middelbare school? Dingen die je denkt, oh, dit was echt heel grappig, of dit vond ik echt heel tof. Leuke momenten. We regelmatig dat we de muziek lekker aanzetten en dan een beetje gingen dansen en een beetje polonaise lopen. Nou, dat jullie hebben het volgende ook in het verleden wel gedaan, een beetje gek gedaan. Mo, hè? Hey. Heel eerlijk moet ik zeggen dat ik even moet graven, hoor. Ja, graaf even, dus dat duurt even weer. Snap. Want ik vond alle afgelopen jaren vond ik niet de leukste jaren qua school. Maar wij hebben toch ook heel hard met elkaar gelachen, of niet? Ja, dat wel, moet ik wel zeggen. Ik kan me nog chantagemiddel herinneren op het schoolfeestje, hè? Ja, ja. Dat was gewoon leuk allemaal. Ja, foto's, denk, momenten. Maar jullie ook voor jullie. Heb jij wel een momentje denk ik van, nou, toen ging ik zo... Hij geeft je gewoon niet de ruimte, hij is... Hij mag even nadenken, ze moet graven, zei ze toch. Ja, zeker even graven. Nou, ondanks dat ik de ochtend echt verschrikkelijk vond. Vond ik het ook wel leuk hoe je me toen benaderde in de ochtend. Ja, en ik vond het altijd leuk dat op vrijdag Jointje kwam. Oh ja! Dat was echt mijn vriend. Ja. En die daar mocht altijd wel tussendoor ook even meelopen. Klopt. Dus ik heb ook beneden. Nee. Oh ja. Oh, ja. Nee. Die is 12 geworden, ja. Liepie inderdaad. Ja. Rest in peace. Ja, oh. Ja. Nee, dat was echt leuk. Dat was echt heel tof. Dat was echt leuk. Als een soort... ik kan niet zeggen therapeutische hond, dat klinkt dus het wel een beetje hoor. Maar het is wel mooi, kinderen die op dat moment even hoog in hun emotie zaten of even verdrietig, of er was wat van, hé, voor die dag ben jij verantwoordelijk voor wiepje, wacht er uit laten, eten geven, even opkammen en een lekker stukje lopen. Ja, en dat was altijd wel wat chill. Ja, dat is wel goed, dat is gewoon even vergeten, man. Nee, die had ik van tevoren al bedacht. Ik dacht, er moet even een eerbetoon naar wiepje komen. Nee, heel goed. Davy, hoe is dat voor jou? Wat heb jij nog leuke dingen op het moment waar je denkt van, nou, dat was echt heel cool? Ja, toch denk ik echt puur alleen de zorglessen. Ja? Ik ging daar niet met tegenzin heen, zeg maar. Echt gewoon met volle kracht en moed ging ik naar zorg. Ja, het was toch wel echt het leukste. Ja.
zeg maar, die de dag wel maakte. Zeg maar. Oh echt? Ja, gewoon puur omdat het gewoon altijd gezellig was op die plein. Het was gewoon... Op die plein? Ja, op die plein. Het was gewoon een en al gezelligheid. Ja. Soms af en toe ligt aan wie er was, maar precies. Dat zeg maar. Als ik u er stond, dan was het gezellig. Ja, ik deed mijn best inderdaad. Ja. Heb je ook wat geleerd? Qua zorgstukje? Qua zorg? Nou, het mooie is dat je, kijk, als je bij ons, als je doorstelt naar een zorgopleiding, als je verpleegkundige gaat doen of iets dergelijks, of dat soort dingetjes, dan heb je wel een soort voorsprong. Je hebt beter iets meegewerken, dan komen wel dingetjes erin terug. Ja. Als je natuurlijk iets anders gaat doen, dan... zorg had voor mij geen toegevoegde waarde eigenlijk. Nee. Dus dan is het alleen een gezelligheid daar. Ja. Ja, maatschappijkunde, en was wel een drama natuurlijk, die lessen. Ja, maar toch wel iets geleerd hoor, voor de politiek, want ik mocht natuurlijk stemmen. Oh, je mocht stemmen inderdaad, dus, ja. Oh, god. Daar heb ik wel wat aan gehad, zeg maar. Tof. Lisanne, wat was jouw hoogtepunt, of hoogtepunt, dieptepunt? Wat ik altijd heel leuk vond, was dat we vaak die muziekquizjes deden. Met die mooie buzzer in het midden. Die doe ik nog steeds! Ja! Dat doe ik nog steeds, ja. Dat is cool, hè? Ja, dat was echt onwijs leuk. Ja. Dat was legendarisch. Dat doe ik nog steeds. Ja, dan gaan ze in twee teams en dan die rode knop in het midden. En zit ik een muziekje op en wie het wist, dan wil ze rennen, over elkaar heen vliegen en doen. Maar, en, twee jaar geleden deden we het met die dolfijn iedere keer. Ja, dat is hetzelfde. Maar niet met die rode bus. Nee, ja, die had ik toen niet meer. Die heb ik iets van een belletje heb ik nu alweer. Oh ja, toen zit hij deden we met een dolfijn. Een knuffeltje. Als je het als te pakken zo van de tafel. ja, precies. Dat was wel een mooi moment. Ja, en ik geloof zelfs dat jij me hebt leren pokeren op school. Ja? Oh, dat heb ik ook nog gedaan, ja. Jeetje. Ja. En nu ben je verslaafd. Nee. Ik weet niet eens meer hoe het moet, eerlijk gezegd. Ik heb daar nog nooit meer gedaan. Ja, dat is natuurlijk het mooie, want het ochtendprogramma was altijd aan onderwijs. En in de middag hadden we altijd een middenprogramma. Dan doen we altijd verschillende soorten activiteiten. Ja, dat is waar. Dat vergeet je allemaal, hè? Ja. Hey, en deze vraag is ook van meneer Leeter. Waar zien jullie jezelf over 10 jaar? Waar zie je jezelf over 10 jaar? Dat is een goede vraag, hè? En hoe ik mezelf over 10 jaar zie. Ja, waar ben je? Hoe zou het uitzien? Goeie vraag is dat, hè? Zin in die? Nou, waar zie jij jezelf over 10 jaar? Nog steeds een spijkinis, je weet. Nee, dan ben ik bijna 50. Dat klinkt zo raar. Ik ben in één keer heel oud, hè? Ja. Opa, dadelijk al. Ik denk dat ik meer ga doen dan alleen maar voor de klas staan. Dat ik mezelf ook daarin verder ontwikkelen. Dat ik ook dingen buiten de klas. Ik wil wel in het onderwijs blijven. Maar qua werk wil ik daar... Directeur of zo? Nee. Ik wil software. Ik ben niet hard genoeg voor. Ja, ik zelf. Ja. Ik zie er echt wel staan als iets van... Ik zie wel hoger. Therapeut of zo. Dat dan zeg maar niet, maar gewoon iets... Jongere coach. School zeg maar. Ja, jongere coach. Dat zeg maar. Ja. Met een groepje dat eigenlijk, een beetje coachen en dit en dat en zus en zo. Ja. Is ook heel leuk, heb ik ook een soort van ook gedaan. Maar ik zie mezelf, iets van het onderwijs, alleen misschien iets van cursussen geven, vind ik gewoon leuk. Of dat soort dingetjes, of trainingen geven. Beetje die. En het is niet alleen maar meer voor de klas, ook mensen ondersteunen, studenten helpen, of weet je, dat soort dingetjes. Dat vind ik wel tof. En mijn gezin dan, ook 10 jaar, jeetje. Dan is 17, dan is die, heeft hij jullie leeftijd al. Ja. En Loisa is dat ook ondertussen, even rekenen, 5 plus 10 is 15. Dan zit ze midden in de puberteit. Dan zijn al die boys achteraan. Ja, ze zitten midden in de puberteit, zei ik toch? Nee, dan gaat ze er toch net uit. Nee joh. Gaat ze toch richting de adolescentenperiode. Maar dat is wel waar, want ik heb ook zeg maar rond 12, 13, 14. Jij was te vroeg. Nee. Kijk, daar heb ik niet over. Maar zeg maar, dan beginnen zeg maar, meisjes met puber en dan, ik merk nu al van, ik denk niet dat ik meer puber ben. Ik voel me geen puber meer. Eerst is in de adolescentiefase, ja. Ja, jij bent al 48 hier ook. Nee hoor. Ja, maar jij bent wel verder dan een gemiddeld... Maar ik heb wel moeite mee hoor, zeg heel eerlijk. Nee, maar je hebt het ding, want als een kill you make you stronger, toch? Ja, dat je hebt heel veel meegemaakt, dus je bent veel volwassener dan een gemiddeld iemand van jouw leeftijd. Dus daar ben ik. En ik denk dat ze nog een spijkenissen
Ik heb geen plan om te verhuizen of iets dergelijks. Misschien wel een dikke auto, misschien zo'n Audi. Dus, nee. Dan ben ik boven naar de gamespeel. Ja, dan weet ik dat toch wel. En die moment is het antwoord bij die zelf over 10 jaar. Ik weet het wel hoor, denk ik. Ja? Ja. Ja, gewoon een succesvolle baan. Huisje, boompje, beestje. Ja? Een beestje hond? Of een ja, kat? Ja, beestje. Nee, ik hoef echt geen kat te hebben. Nee? Nee? Wat is mis met een kat dan? Ik hou niet van katten. Ik heb een kat. Ik vind katten eng. Ik heb er twee. Ja, echt, Ik vind katten heel eng. Okay. Ik liever hond, hondje. Ja, gewoon huisboompje beestje. Ik vind toch wel huisboompje beestje lijkt me wel echt super leuk. Ja. Ja. In de toekomst ooit een keer mama ook, of niet? Huisje, maar ik, ja, ja, dat is huisje, boompje, beestje, zie je gewoon als, ja, gewoon een kindje, huisje, boompje, beestje. Over 10 jaar al? Ja, dus 28. Ja, dus? Dat is echt heel oud al, vind ik ook. Hij is anders, dat is best wel... dat is een, ik zeg het niet gewoon dit, ja. Ik vind 28, want ik al, jullie komen misschien al eentje van twee of zo. Ja, dat denk ik wel, in de toekomst, ja. Ik zeg altijd, wacht ze, ja, je weet niet wanneer het komt, hè? Houd het goede. Maar ik zou eerst nog even de mooie dingen in het leven gaan doen. Want als je eenmaal een kind er is, gaat je heel veel opleveren. Maar gaat ze ook heel veel kosten. Het gaat je heel veel kosten. Daarom succes voor de baan. Slapeloze nachten, noem maar op en dergelijke. Ja. Maar inderdaad, het is lang een zegen om een kind te krijgen. Want je krijgt geen kind. Je neemt geen kindje, krijgt nou ja, precies. Ja, dat, daar ben ik ook van overtuigd. En ja, gewoon echt, ik wil echt een succesvolle business of zo. Ja. Helemaal wel leuk. Ja, mijn eigen essen kip of zo. Maar dan gaat deze man als irritant. Man. Ja, maar ik kan het ook niet zeggen. Dat is toch irritant. Sorry, ik stop nu met essen kip. Davy, waar zie jij jezelf over 10 jaar? Over 10 jaar? 28 ja, volgens mij. Ja, dan ben ik 28. Dan hoop ik wel al mijn school af. Hebben kunnen maken. En dan echt voor de klas kunnen staan. En dan misschien daar weer uiteindelijk weer in gaan ontwikkelen. Want je wilt docenten worden, toch? Ja, maar niet op een middelbare school hoor. Nee, maar gewoon op een basisschool. Dus je gaat de PABO hierna gaan? Ja. Oké, tof. Ja, en dan hoop ik daar nog een beetje te in. Maar dan moet je wel even gaan oefenen met rekenen, dat wil ik niet lullig, hè? Ja, met, daar volg ik ook dingen voor bij les nu. Ja, meneer de Bel zal altijd wel willen helpen, denk ik. Ja, tuurlijk. Maar ik vind jou wel een type ervoor. Ja? Ja, ik vind dat leuk, dat past bij jou, denk ik. Ja. Ik denk dat je het goed kan. Ja. We zijn heel nieuwsgierig, we gaan je volgen. Ja? Komt goed. Isanne. Jij bent de oudste van het stel hier ja, in principe. Ja, over 10 jaar ben ik bijna 35. Ik vond het een beetje pijnlijk om ja, te zeggen. Ja, is gek of niet? Heel gek, ja. Precies. Ja, nee, ik hoop tegen die tijd ook wel kinderen te hebben, ja. Ja. Ik heb nu al mijn huisje, boompje, beestje. Ja. Beestjes. Beestjes. Ja, twee, ja, katten. Twee katten, ja. Ja. Dus, oh, nee. Dus, nou ja, dat zit goed. Ik verwacht ook niet te verhuizen binnen 10 jaar. En ja, ik hoop tegen die tijd dat ik gewoon nog steeds een stabiele baan heb. Ja, nou ja, precies. Je hebt het naar je zin. Wat doe je nu? Ik ben directieassistent. Ja, precies. Ja. Ik mag het bedrijf wel even noemen, maar maak even reclame meteen. Shout-out naar de Binnens Vastgoed Onderhoud in Rotterdam. Okay, precies. Ja. Ja, leuk. Dus ja, onwijs leuk, ja. Ik hoop, ik heb wel ambitie voor wat meer uiteindelijk. Wat zijn je ambities dan? Ik wil heel graag iets met evenementen doen. Oh, tof. Ja, ik heb een hbo-cursus eventmanager gedaan. Oké, okay, cool. Ja, dus ja, dat beviel heel, heel goed. Dus ik hoop eigenlijk daar ooit wat mee te doen. Zo. Ja. Dat lijkt me ook echt wel leuk. Ja. Nou ja, hou ons allemaal in je achterhoofd. Ja? Absoluut. Komt goed. Ik kan altijd een paar biertjes stappen of zo. Mark, deal. Mark, jij kan dan optreden gewoon. Ik kan optreden. Jij kan optreden. Win, wat jij kan al die kinderen daarvan maken. Ja, ik ga biertjes drinken. Maar jij komt dan op het festival. Ja, ja, Mo, jij gaat ook sowieso biertjes stappen. Uitserveren. Je hebt een kanje erin. Davy, die staat bij de... Die gaat de armbandje plup. Nou, ik sta gewoon vooraan hoor. Oh, ja. Links aan. Ja. Oh, cool. Wim, waar zie jij jezelf? Ja, ik vind het echt moeilijk. Dat had leuker geweest als je deze vraag 10 jaar geleden had gesteld. Ja. Ja. Ja, die heb ik toen ook gesteld, maar dat weet je niet meer. Oh, nee, dat heb ik verbannen uit mijn ogen, denk ik. Nee, ja, over 10 jaar. Ik heb op dit moment ook gewoon een huisje, boompje, beestje. En over 10 jaar hoop ik eigenlijk wel dat ik zeg maar. Het kind wat ik ben geweest, mm-hmm. De kinderen die over 10 jaar ook nog zo zijn, dat ik daar iets extra's in zou kunnen betekenen. Kijk, ik heb het geluk gehad dat ik jou
tegen ben gekomen en dat ik bij inzicht ben gekomen, ondanks dat ik dat niet altijd mijn favoriete plek toen de tijd heb gevonden. Ik hoop dat toekomstige leerlingen. Ze gaat social work gaan doen, hè? Ja. Ja, maar dat ik wel zoiets heb van ja, ik zou daarin graag wat willen betekenen. Wat ik zeg maar ja, wel ervaren heb, maar deels ook gemist heb. Ja. Dat ik dat een beetje het vertrouwen kan geven dat het echt wel goed kan komen. Ja. Dat had ik 10 jaar geleden natuurlijk nooit gedacht. Nee, precies. Zeker niet. Het is een kwetsbare leeftijd, hè? Die leeftijd. Heel veel onzekerheid, ja. Heel veel twijfel. Zeker. En ook op het onderwijs natuurlijk, als ik kijk naar het onderwijs waar ik op heb gezeten, misschien waren dat dan net ja, verkeerde keuzes waarvan ik niet denk dat je die op die leeftijd bewust hebt kunnen maken. Mm-hmm. Maar waarin is ook, waarin gewoon is gezegd van ja, jij gaat er niet komen, jij gaat het niet halen. Ja, dat heb ik echt lang last van gehad en ja, dat speelt soms nog steeds mee hoor, ja, in bepaalde dingen. Dat ik denk ja, ik vind echt dat niemand zo'n gevoel mag krijgen hoe moeilijk je dan ook bent in dat geval. Dus dat is iets. En nu, je werkt nu in de kinderopvang, toch? Nee. Of voor de kinderen, wat is het? Ja, ik werk een soort van eigenlijk op een zorginstelling waarbij kinderen overal waar ze terecht kunnen zijn weggestuurd, zelfs gesloten instellingen en dat soort dingen, en die komen eigenlijk bij ons. Nice. En ja, vanuit daar proberen we toch een passende plek te vinden om dat ze ergens toch nog door kunnen groeien. Ja, vooral die patters moeten natuurlijk wel fulltime werken. Ja, nou zeker. Ja. Anders kan ik het niet betalen. Ja, precies. Meneer Leete, waar bent u over 10 jaar? Ja, ik hoop wel als eerste, want je had het over woning, ik wil nog wel verhuizen, ik wil naar Prinsenland. Daar ben ik wel heel erg naar, hou ik wel in de gaten, na al die verhuizingen wil ik wel daar gewoon, daar zitten en mijn kleine groot maken, groot brengen daar. Niet zo, je bent 17 dan toch? Ja, ja. Waarom altijd gelijk al die boys? Dat hebben vaders. Ja. Ik moet ook aan het filmpje van Bad Boys, toch? Ja, dat. Ja, dat ja. Maar daarom, bij die deur. Bij die deur, daarom fitness ik en daar komt er zoveel tato's, toch? Dus als ik de deur open maak, is dat soms... Wat kom je doen? Daarom moet je nog dress nemen. Wat kom je doen? Nee, joh. Dat komt goed, joh. En ja, wat ik qua werk... Ik ben al die eerste stap aan het maken, toch? Ik heb heel lang heb ik, durfde ik het niet, of zo. Wilde ik niet ambitieus zijn, omdat ik dacht van, wat ik doe is gewoon prima. Ja. Maar het jeukt al een lange tijd dat ik voor de klas, echt grotendeels voor de klas wil verdwijnen. Mm-hmm. En ik wil, het liefst wil ik inderdaad meer in het coachingsgedeelte zijn, of meer in het creatieve gedeelte, dat ik bepaalde... programma's aanbiedt voor leerlingen, ja. Dat ik dat kan ontwikkelen. Of gewoon in het coachingsgedeelte dat ik nieuwe collega's kan coachen in hoe ze voor de klas kunnen staan of gewoon met leerlingen werken. Kijk, wat ik precies exact wilde, weet ik nog niet, maar ik heb al de eerste stappen gemaakt om, buiten te kijken dan het klaslesgeven. Ja, en ik heb ook het gevoel dat het ook nu wel tijd voor mij is, hè? Ja. Dat ik echt nu een stap moet maken. Want ik heb het gevoel dat ik het spelletje heb uitgespeeld, snap je? En, nu wel iets meer gaan doen, anders ga ik dit niet nog 10 jaar volhouden. Nee, precies. Dus ik hoop dat ik over 10 jaar nog dikker auto ja, de auto is niet belangrijk, joh. Maar dat ik wel gewoon mijn plek heb gevonden in het onderwijs en dat ik daarin verder kan ontwikkelen en wat ik exact precies wil, dat weet ik nog niet. Maar ik wil wel echt meer voor de klas verdwijnen. Ja. Helaas. Ja, aan de andere kant. Nou ja, voor meer kwaliteit dan alleen voor de klas staat, toch? Ja. Ja, en dat, ik weet niet of directieleden luisteren, dat is wat ik, waarin ik ook de directie nodig heb. Hè. Mm-hmm. Want ik ben al een tijd zoekende. Mm-hmm. En ik spreek me niet echt uit daarover. Ik heb het wel soms met jou daarover. Van, dude, ik weet niet wat ik wil, maar ik wil echt iets anders. En ik denk dat ik ook daarin de richting aanwijzers van directie nodig heb, toch? Van, dat ik een keer met hen zit met een functioneringsgesprek van Marv, wat wil je nou echt? Ja, en dat zij mij een richtingsgevoel geven. En ik heb soms het gevoel, en dat heb ik dan dit jaar minder, omdat ik nu dan die extra functie heb. En ik voel me echt gelukkig nu, na jaren, dat ik weer echt iets anders doe. Maar ik heb soms het gevoel dat ik vastgeroest zit. En dat heeft er ook mee te maken dat ik lang bij deze organisatie werk. Hè. Dus zij zien mij zoals ze mij kennen en hoe ik hem in het verleden heb gepresenteerd. En om daarvan af te komen, dat is ook weer lastig. Want ik ben ontwikkeld in de afgelopen 18 jaar. Zeker. Snap je? En alleen ben ik ook op een bepaalde manier ben ik binnengekomen. En dat blijft staan. Want elke keer als... Dat is mijn gevoel, hè. Ik zeg niet dat zij dat zeggen. Maar elke keer als ik toch een verkeerde afslag neem, dan bevestig ik weer hun vaststaand beeld dat er is over mij, snap je? En ik wil daar gewoon vanaf en ik wil gewoon stappen maken. Ja. Dus ik hoop dat de directie luistert. Nu zeg ik overtuigend.
Ik zeg het niet echt overduidelijk. Ik wil gewoon echt, iets nieuws doen. Ja, maar we gingen toch onze eigen kledinglijn opgeven. Hey, maar dan ben ik loesoe, hè, uit het onderwijs. Dan ga ik vliegtuigjes pakken. Ben ik overal, jongen. Dat is een goede naam ook te zinnen. Dat. Ja, statements maken op de catwalk en zo. Ja. Dat is ook wel tof. Gaan we Kanye West inhuren? Zo, echt, hè? Ja, echt, hè? Ja. Nice. Ja, dat is ook wel, dat was heel gehad om ons eigen merch te beginnen samen. Ik zie plannen hier volgens mij een beetje opkomen. Ja, dat is, we hebben het gelukkig niet druk of zo. Dus, Zo, ik vind het wel eng dat ik dat heb gezegd hoor, dat ik ambities heb. Want ik spreek me echt zelden uit. Ja, het is zeker goed, maar ik spreek me gewoon zelden uit. En dat, omdat ik daarin als persoon zijnde ook super bescheiden ben. En ik heb ook een soort van een valkuil dat ik te kritisch ben naar mezelf. Zeker. En dat ik, als ik iets word aangesproken door collega's of als ik iets heb met de leerling, dat ik daar heel erg de focus op ga leggen. En dan ben ik weer uit mijn doen gewoon een lange tijd. En dan denk ik weer dat ik niet goed genoeg ben. En ik vind altijd iedereen in school beter dan ik. Maar ik moet daar een beetje van af. Maar dat is niet zo hoor. Geloof mij, ik sta hoog in oude maatschappij. Als ik kan zeggen over de beste leraar van heel oude maatschappij, kan ik sowieso. Oh, dat mag me niet uit, maar het is echt zo. Ik wil wel zeggen dat ze... Je hoort het altijd, eerlijk. Gewoon ook mensen die ik tegenkom, had je meneer Lee, hij was lauw, maar altijd. Ja. Letterlijk. Ik denk wel dat mensen dus in de toekomst zeker wel wat gaan missen dan. Ja. Ik denk dat oude Maas geen oude Maas is. Ik ga weer even niet dat doen. Dat is echt zonder grap. Ik denk dat als u weggaat, denk ik dat oude Maas... Er gaat de persoon weg en ik denk dat herinneringen weggaan bij leerlingen, maar of dat ineens kwaliteit achteruit gaat. Nee man, de Oudemaas is echt een hele goede school en ik ben gewoon een onderdeel daarvan. Maar het is wel wat je zegt, de ene docent gaat gewoon goed opleten. De andere set gaat goed op. Leerling, neem ik aan. Ja. Maar die gaan daar gewoon goed op. Ja, hij komt nog steeds niet door. De leerling gaat goed op reten, neem ik aan. Ja. Nee joh, ik vond het super tof dat jullie hier waren. Ik hoop dat jullie het ook tof hebben gevonden. Ja, zeker. Durf ze niet te zeggen. We hebben een feedback rondje nog, Mo. Beginnen we bij jou weer. Tip en top. Tips en top. Van hier? Van nu, ja, nu. En neem je tijd. Ramen open. Het is zo warm. Die noteren we. Ik zou toch wel iets meer dan social media doen. Hè. Gewoon iets meer, even die, toch, soortige stellingen, gewoon een beetje meer een soort van platformen van maken. Zeg maar echt een platform van zo. Wij zijn leraren die podcasts nemen, wat zijn quotes, dingetjes, gewoon een beetje meer op social media focussen. Ik ben volledig met je eens, alleen wij zijn enorm zoekende hoe we dat kunnen doen, want dan kunnen we niet met z'n tweeën. Ik denk gewoon iemand in jullie, kijk, ik zeg eerlijk, ik wil mezelf niet opstellen, maar ik vind het leuk om te doen. Maar... Dan heb je vanmiddag twee sollicitatiegesprekken dan. Maar ik zeg, ik denk wel dat het gaat helpen hoor, gewoon iemand waar je mee kan. Het zou tof zijn, alleen, kijk, wij doen dit niet om geld te verdienen. Nee, dat snap ik, het gaat nu niet om geld, maar meer gewoon om... Nee, maar dan moet het iemand hebben die de liefde die wij voor jullie hebben, voor andere mensen hebben, die diezelfde liefde wil delen, zeg maar, door ons daarbij te helpen. Mm-hmm. Want wij zijn natuurlijk al hartstikke jong, maar wij zijn niet meer, we worden gewoon steeds ouder. Bij de tijd TikTok, als ik TikTok zit te kijken, denk ik, oh ja, shit, hoe werkt dat? Dan moet ik een filmpje online gooien, dan heb ik het soms ook gewoon eventjes lastig. Maar ik heb er gewoon geen tijd voor. Dat is Kijk, ik heb geleerd, ook mede door deze podcast, als je iets echt belangrijk vindt, dan maak je er tijd voor. Dat klopt zeker. Dat is zeker zo, maar om heel dat gameplan helemaal door te spitten, daar heb ik geen tijd voor. Ik ben ook bezig met muziek en ik ben dat ook heel erg aan het promoten en ik vind dat echt klote werk. Omdat vandaag is werkt Insta zo, morgen is er een update en dan is het weer helemaal veranderd. Maar daar heb je dus mensen voor. Bijvoorbeeld nu, we zijn nu zo hier en dan zou je nu iemand daar bijvoorbeeld zitten. Die zou je een shot nemen of een dit en dat. En uiteindelijk gewoon laten zien. Piet. Shout out naar Piet. Ja, maar ik denk echt wel dat het gaat helpen hoor. Ik ben het volledig met je. Je bent welkom. Ja, je bent welkom. Ja. Maakt me geld. Zie je? Ja, daar gaat ze weer. Ja, wij zijn denk ik van hier kan ik beginnen te spreken met de Q voor mijn Q3. Je haalt geen Q3
Maar het gaat me niet om goud, maar het gaat me niet om goud. Oké, dan zie ik je voor, dus zien we bij de volgende op, bij de volgende opnames. Je bent hier welkom om 8:30. Op tijd. Dan. Kan je dat eigenlijk niet tegen die bus... Want je buschauffeurs? Ja. En je buschauffeurs? Maar je buschauffeurs! Ja. En dat was niet die buschauffeur! Nee. Als het duurt te laat, dan moet ik aan doen. Dat maakt helemaal niet uit. Kom nooit te laat. We zijn super blij dat je hier nu bent. Ja. Voor jou, heb jij nog tips en tops of leuke dingen die je nog wilt delen? Nou, zoals ik al zei, een raam. Nee, ja. Het is hier echt bloedje eet. Ja, we zitten in november, hè? Kan je nagaan. Het is bijna winter. Het is hier echt heel warm, maar nee, ik vond het echt super gezellig. En ik heb er eigenlijk niks op aan te merken. Oké, dankjewel. Top. Ja, ik sluit me er eigenlijk wel bij aan. Jullie doen het gewoon super tof. Het is leuk om naar te luisteren. Leuk om hier te zitten ook. Ja, dus, top. Dankjewel. Goed gedaan. Thanks. Nou, nu komt de kritische noot, hè? Ja. Nee, ik heb eigenlijk niet zoveel. Verrassend. Ja. Nee, ik vond het echt super leuk dat ik hier mocht zijn. En ik vond het ook echt heel erg leuk om jou weer een keer te zien. Ja, zeker. Dat is echt lang geleden. Ja. En leuk om ook andermans verhalen te horen. Ik luister graag naar de podcast, vind het heel leuk. Ja, toch. Alleen aan de ene kant snap ik het 30 minuten. Dat je niet langer doet, maar ja, ik heb niet altijd door dat ik al een 30 minuten zit te luisteren. En in dit geval is het wel leuk als je nog uitgebreider zou kunnen. Bang! Dat is wat ik steeds tegen de boys zeg. Het duurt te kort. Ja, dat vind ik zo. Het duurt te kort. Ik zou nu echt wel kunnen... Ja, weet ik. We zitten op 6. Maar de feedback die we gekregen hebben in seizoen 1 hadden we een uur, soms bijna 1.5 uur. Ja, dat was lekker. Leuk als je naar de auto, Ik kijk van de podcast nerd nummer 1. Zij is echt een podcast nerd. Ik vind het gewoon super irritant hoeveel podcasts zij wil luisteren. Maar zij zei ook van... dat het liever lang mogelijk duurt. Want dan kan je het verdelen over de dag of over een hele week. Dan luister je nu een half uur. Ja. Morgen luister je weer 3 kwartier. Dan weer 1 uur. En ze wezen me erop. Ik luister echt totaal geen podcast. Maar bijvoorbeeld de meest succesvolle podcast is van The Boy F. En dat is Rookworst. Ja. En dat duurt 2 uur. En dat duurt 3,5 uur. En hij praat over troep. Zij praat over... Nee. Dus zij praten over heel veel leuke dingen. Dus ze hebben altijd één bepaalde vraag, als ze het even niet meer weten. Chop je kippertjes. Maar ik wilde de podcast leuk afsluiten. Dit seizoen eigenlijk leuk afsluiten. Maar we hebben een feedback van een beetje gekregen. Is het wel goed, dan kan je weer... Dus reis vanaf... seizoen 3 gaan we gewoon 3,5 uur met jullie praten. Maar vinden jullie beeld niet leuk? Zeg maar ook beeld. Ja, dus 100% en alles wordt ook gefilmd, maar laten we daar na de uitzending iets meer over. Nogmaals bedankt voor jullie. Je bent welkom, Shanti. Ja, je bent welkom. Jullie allemaal en diegene die wilt. Dankjewel, lieve luisteraars, dankjewel voor een heel seizoen. Voorlopig zijn we nu eventjes off-air in de maand december. En dan in januari in 2024 komen we weer keihard terug met nieuwe items, scherpe opmerkingen, de nodige humor. Marvin met de nieuwe foto's in kleur als het goed is. Ja, wij vonden het heel tof om te doen. Los daarvan dat we er zelf heel veel van leren, hopen we jullie ook iets mee te geven her en der. Iedereen bedankt die wil luisteren en die kan luisteren. Volg ons op Instagram of... Hoe heet dat? TikTok tegenwoordig. Hoe heet dat? Klasse.podcast. Ga ons volgen, gaan we checken. En heb je tips of wil je iets zeggen, DM ons. En je kan ons ouderwets ook nog gewoon mailen. Klasse.podcast@gmail.com. En als ik toch nog een reclame maak, ik heb een albumpje uitgebracht. Oh ja! Ja, het heet Noah. Noah! En we willen richting de aantal views. Dus allemaal luisteren en ik hoef je mening niet te horen. Dankjewel. Wie sluit hem af? Wie te gaan het doen? Misschien kunnen we al zeggen, pas fijne jaarwisseling. Fijne kerstdagen, alvast allemaal.